ruimte. Dit zou wel lekker zijn. Ja. Voor initiaal van haar. Is toch super cute? It's a beautiful day! Normaal zegt hij altijd gelijk nee, mama. It's a beautiful day. Nou, nu mag het gewoon. Het is woensdag. Nieuwe dag. Ja, mama sloffen aan. Leo was weer ontzettend veel wakker vannacht. Ja, die is van Leo, is oud. Weer batterij leeg. Dus ik doe weer die erin. En ik wissel het echt gewoon 3 keer per dag af. En dan is hij nu helemaal leeg. En hij is letterlijk over 3 minuten klaar. Die batterijen zijn echt niet meer goed. Wat zoek je? Cadeautjes, die liggen onder de boom. Moeten we nog 3 dagen wachten? Ja. Zo, 3. Mama sloffen. Mama sloffen aan, hè? Ja. Die passen bij je auto. Ook roze. Ook. Wil je ook? Sloffen. Wauw. Oké. Een auto. Ja, die zijn ook roze. Oh, auto. Nee, dat gaat niet, hè? Auto. Even ze opnieuw aan. Zo. Ben je helemaal fancy? Op je roze sloffen, op je roze auto. Oh. Ja, zijn te groot, hè? Ga. Hoppa. Oh, nog een keer. Oh. Ja, dankjewel. Pakketjesman is nog steeds niet geweest. Hij komt vandaag ook niet, maar misschien zie ik hem in de straat. Leo was weer 4 keer per nacht wakker vannacht. Hé, Uki? Oh, wat heb je een schoon shirt aan. Hij eet nu dus van die maiswafels, maar dat komt overal. Gaan we vandaag kerstfoto's maken van jou? Als het lukt. En dan denk ik dat wij verder vandaag weer even een smoothie bowl gaan bestellen. En verder ben ik nog even niet echt helemaal op te starten. Hoefde er gelukkig niet per se uit vannacht met Lee. Maar het was wel echt gewoon om het uur wakker. Weer naar boven. Boven. Nee, dat kan denk ik niet, liefie. Maar dan moet mama de auto naar boven tillen. Moet mama de auto naar boven tillen? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, let's go. Let's go. Let's go. Maar wel extra voorzichtig doen, hè? Boven. Cool. De auto cool. Cool, hè? Mama gaat weer naar beneden, hè? Ja. Oké. Okay. Gelukkig heb ik eigenlijk op werkgebied niks meer te doen. Vandaag alleen nog wat posten. Wat eigenlijk maandag moest. Maar er was een beetje miscommunicatie. Even die PlayStation weer uit. Die gaat echt als eerste gelijk aan in de ochtend. En dan ga ik even knuffelen met Leo. Vrolijkert. Zelfs met zo weinig slaap. Je wil pakken. Ja, je wil hem pakken. Knappie. Hé, hey, knappie. Oh, je hebt hem. Op zich hoef je mama er 3 kinderen niet te filmen, hoor. Ja, dat zien we wel. Vlogger in de dop dit. Mooi beeld lever je. Ja, hier zijn ze vast heel blij mee. Ik ga je hem helemaal volgen. Oeh. Kijk, zo sliepen we eergisteren op de bank. Nou ja, ga je gewoon zelf omhoog. Sterke kerel. Ga het gewoon even rechtop zitten. Gaat hij gewoon even rechtop zitten? Ja. Ben je zo sterk? Ben je zo sterk? Ik hoor boven toch een partij gebonk. Ik heb geen idee wat hij allemaal aan het doen is. Gisteren trouwens ook Revi's speelgoed uitgezocht. En dit zijn de 2 manden die we nu nog over hebben. Dit is vol met die toet-toet-auto's en soef-soef-dieren. Dat blijft toch eigenlijk wel zijn favoriet. Dan hier zeg maar overige auto's en telefoontjes en dat soort dingen. Hé, hey, wat is dat? Hey. Ken je die nog? En dan die, daar speelt hij eigenlijk elke dag mee en dat ding ook. Dus die staan hier wel. Ja.
Het is nu bijna 11 uur. Oh, deed hij het even? Ja, mooi al die vogels in de tuin, hè? Oh, ik ben gewoon niet vooruit te branden, zeg. Ik moet straks echt even mezelf een schop onder mijn reet geven van kom op. Gelukkig is Revi in een fase nu dat hij zelf wil spelen. Dat als ik mee wil spelen, dan is het nee mama zitten. Het had heel erg zijn fases dat hij niet alleen kon spelen, niet alleen wilde spelen. En nu wil hij juist alleen spelen. Wat is dat? Ga maar pakken. Is chocola. Een stukje chocola. Dank je. Oh, lekker. Is lekker toch? Oh, zo lekker. Oh, is niet zo lekker. Wil je wat anders? Ja. Ja? Maar het eten komt zo. De ijs. Ja, banaan. Ja, er zit ook banaan op. En kiwi. Ja. En aardbei. Ja. Wat vinden jullie van onze rendier? Nu ben je helemaal af. We gaan even fotootjes maken. Wat heb je het goed gedaan, schatte Wout? Ja, je wil altijd die camera hebben, hè? Je lijkt nu al op je broer. Zo super schattig. En ik vroeg net aan Revi, wil je nu foto's maken of met kerst? Maar hij kiest voor kerst. Toch? Kijk. Ja, zit je op de stoel. Want als hij niet wil, dan wil hij niet. Nee. We hebben al een paar leuke foto's van jou gemaakt. Ja. Toen je kerstpyjama aan had. Ja. Wat? Vaak begrijp ik je wel, maar hier verstond ik helemaal niks van. Kiwi. En dat is lekker kiwi, hè? Lekker ook. Dat is lekker ook banaan. Had ik weer extra besteld, maar het zat er niet op. Trouwens, ik denk dat we dit jaar officieel de allermooiste bal ooit hebben. Revi heeft deze kerstster gemaakt. Ik bedoel, ik zeg het er wel bij dat het een ster is, maar volgens mij zagen jullie dat zelf ook heus wel. Ik bedoel, het spat er vanaf. Maar ik vind dit echt heel cute. Hij mocht zelf een tak uitkiezen. Ik zei al, doe maar een beetje daarachter aan. Maar nee, grapje. Hij had deze hier uitgekozen, dus daar hangt hij nu. Ik vind het echt ontzettend schattig. Dit zijn dingen die ik dan forever and ever bewaar. Deze mand had ik eerst voor foto's, maar zijn hele outfit viel weg. Dus dat was geen succes. Maar blijkbaar een hele fijne kattenmand. Want hij was gelijk bezet. Door deze kleine maak. En dan gaat Revi me altijd corrigeren met nee mama, maki. Is het maak of maki? Maak. Maak? Oh, is het nu maak? Oh, dus zij heet nu maak. Maki? Ja. Oh. Of maak? Maki. Maki. Oké. Okay. Beide kindjes die liggen al even op bed. En ik bedenk mij net dat wij een hele tijd geleden... Oh sorry, het eten staat nog op aanrecht van gisteren. Was niet te vreten. Dus vandaar dat het niet in de koelkast staat. Het was echt heel vies. Maar ik bedenk me dus dat wij een tijdje geleden... deze la nog hadden gekocht bij de IKEA. En die is nu al heel lang... helemaal leeg. En ineens dacht ik, waarom heb ik daar nooit wat mee gedaan? Toen kwam ik dus gisteren hier een messenset tegen. Deze. En toen dacht ik, oh ja, daarvoor wilde ik deze lades. Zodat ik het ergens kwijt kon. Want eigenlijk is deze om op te hangen. Maar dat wil ik niet. Ik wil deze keuken gewoon zo leeg mogelijk houden. Mitchell wil het liefst ook van die kruidenrekjes en zo ophangen. En dan denk ik, nee, dat oogt alleen maar zo onoverzichtelijk. Ik wil het gewoon leeg houden. Deze messenset hebben we al ontzettend lang liggen. Ik denk dat mijn moeder hem ooit een keer gewonnen had op een veiling. Zo ziet de set eruit. En het zijn dus een beetje van die rosé gouden hendels.
zijn echt super mooi. Het liefst wil ik nog een keer naar de IKEA, want ze hebben ook van die dingen, van die bakjes, die je dan weer in dit bakje kan doen, dat je je messen allemaal zo kan neerleggen. Dus dat je hem in zo'n houder zet. Zo, dit zou echt heftig zijn als thumbnail. Sorry, dat is mijn brein die dat weer bedenkt. Maar dan kan je ze dus allemaal zo neerleggen. En dat is een stuk veiliger ook wanneer je ze gaat pakken. Ik denk wel dat we deze messen gewoon lekker hier gaan doen. En dat we dan het overige keukengerei daar kunnen doen. En dan ook het bestek hier, zodat daar zeg maar een beetje de troep blijft. Ik zal het nog heel even zo laten zien. Het zijn dus allemaal van die hele scherpe messen. Zo'n slijper ook erbij. En dit is zo'n magneetstrip waar je het dus aan kan hangen. Dus dan hebben we hier deze hele la nog. Ik vind hem alleen niet heel fijn pakken. Maar ja, misschien moet dat gewoon even wennen. Ja, deze la kan ook echt niet. Want we hebben natuurlijk ook allemaal van die plastic pollepels en zo. Maar dat heb ik niet heel veel nodig. Dus dan wil ik dit gewoon hier. Die hier. Los daar. Waarom hebben wij zoveel vorken? Dit is echt heel veel. Dan hebben die nu een eigen plek. Dat is wel handig, want die lagen eerst door de andere lepels heen. En dan nog theelepels. Zo. Nou, eigenlijk is het allemaal precies niet handig, want ik heb nu hier gewoon een lege la. Dus wat ben ik nou opgeschoten? Ja, niet veel. Oké, dus als we zo'n ding nemen, dan kan je er volgens mij een stuk of 6 kwijt. Want nu vind ik het niet fijn om dan bijvoorbeeld hier iets te doen. Want dan, ik vind het gewoon een beetje gevaarlijk. En dan kan ik hier ook iets netters van maken. Maar ik weet nog even niet wat. Want deze is misschien niet heel handig. Maar ja, ook, oh, misschien kunnen we hier thee of kruiden in doen. Hé, dat is misschien een leuk idee. Ik moet eerst naar de wc. Ja, het idee was misschien leuk, maar ik voel het ook niet helemaal. Oké, ze liggen ook allemaal de andere kant op, zie ik nu. Ze hebben allemaal zo'n platte kant. Dus misschien als ze allemaal dezelfde kant op gaan, dat het wat netter oogt. Maar ik had ook even gekeken, misschien past het hier wel dat het niet verschuift, maar het verschuift ook. Nu weet ik dat er speciale bakken voor zijn. Maar die hebben wij niet. Ik weet niet of dit leuk is. Ik zou ze dan ook moeten stickeren. Zo past het niet, hè? Nee, vind ik helemaal raar. Maar weet je, voor nu laat ik het even zitten. Want dan heb ik weer ruimte in de la. Hier, zeg maar, onder de andere la. En dit is voor nu toch even leeg. Maar misschien een beetje gek. Ik weet het even niet. Ik doe deze gewoon lekker terug. Zo. Nou, prima. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ermee moet. Maar ik vertik het om alles zo op een plankje op een rij te zetten. Dat vind ik ook gewoon niet. Nee, dat wil ik niet. Jij bent echt de hele dag al mijn stalker. Nou, de hele dag? Al 5 jaar. Mia, we hebben je al 5 jaar. Mia ziet eruit alsof ze Lily gaat aanvallen. Oh my god, the stare is intense. Oh, afgeleid door iemand buiten. Goed, verder is het nu 3:15. Ja. Ik gok dat Leo niet heel lang gaat slapen. De foto's zijn wel echt intens schattig geworden. Ik ging ze net bekijken op de computer. En ik dacht echt, oké, ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal uploaden op Insta. Maar laat ik het maar niet doen. Maar ik gok niet dat Leo heel veel langer gaat slapen. Want hij heeft 5 overgelaten in zijn fles. Hij krijgt 7. 5 over. Heeft er dus maar 2 op. Dus dat is niet heel veel. Maar zijn fruit ging ook al niet heel lekker. Hij had gewoon geen trek. Nou ja, dat kan gebeuren. En een kwartier later is hij wakker. Hallo. Daar is ze weer in de vlog. En ik ben weer voor jou bezig. Vindt iedereen altijd helemaal leuk. Ik heb ook een vader. Oh, maar ik wil nooit in de vlog. Nou, nu wel. 3 keer raden hoe ver mijn moeder al is met haar adventkalender. Wist jij het? Wist jij het dat die al leeg was? Heeft ze het naast je zitten doen? Ik heb het gisteren nog gezien, die adventkalender. Ja, leeg. Met die huisjes. Ja. Ja, die staat op kamer. Maar wel leeg. Ik heb hem wel
wel af en toe de lampjes aan. Gewoon. Maar hij is leeg helaas. Maar je bent er nu, je kan het weer vullen. Trouwens, je het wel, doeken zijn weer schoon. Hè, huh, zaten die erin? Ja. Oh. Maar nou. Het is erg zwart. Hè? Huh? Ja, ik gebruik ze zelf niet meer, hè? Nee, misschien kan jij ze beter houden. Ik kan ze beter hier houden. Daarom, het was een hint. Morgen keumen. Morgen komen de meubels, maar we hebben er even niet aan gedacht dat we dan ook ruimte nodig hebben. Ja. Maar ja, waar laat je anders een tafel? Dus de stoelen die gaan sowieso even daar naar buiten. En de tafel ook, maar die zetten we dan onder het zeil in de hoop dat de kringloop hem hier wil ophalen. Kijk, en deze die zijn echt niet meer te redden. Ja, misschien als iemand heel handig is dat ze denken, nou ik doe er een ander stofje om. Wat een ruimte, dit zou pas lekker zijn. Jut en Jo krijgen hem nu niet omhoog. Oh ja, jij hebt één. Nou oké, okay, dan moet het wel lukken. Zou ik het wel zo overheen? Ben je klaar? Ja, is goed. Wat een ruimte. Hier word ik gelukkig van. Hebben we echt een eettafel nodig? Op zich niet. Voordat ik net naar mijn ouders ging, was ik ook nog even naar de Jumbo geweest. Want ik zag iets op Instagram voorbij komen wat ik per se wilde hebben. En ik kom nooit meer bij de Jumbo. En toen dacht ik, maar dat wil ik. Ik zag namelijk dit. En dit is een mellow topper voor in de chocolademelk. Het is dus een zeeman. Wat is dat nou weer? Een sneeuwpop. En dat doe je dan in je hete chocomel. En dan gaat het zo smelten. Het is dus eigenlijk gewoon een spekkie in de vorm van een sneeuwpop. Voor in je chocomel. Ja. Is toch super cute? Dat gaat dan smelten. Dan heb je nog een gesmolten zeeman in je chocomel. Zeeman, zeg ik het weer. Sneeuwpop. Koekjes voor Revi, want die hebben we al heel lang niet. Twee pakken Haribo Pear. Haribo. Deze. Want ik heb die nieuwe Winter Spice en dat vind ik dan lekker erin. Twee keer Oatly van dat Barista opschuimmelk. Twee keer Alpro vanillejoghurt, want dat eet Revi nu elke ochtend met me mee, dus dat gaat best wel snel. Glazuur, want Revi en ik zouden vandaag koekjes maken, maar dat is er niet van gekomen. En dan weer een hele lading kattenvlees. Nog meer kattenvlees. En dan chocomel voor warme chocomel. En ik nam kerstboomkaasjes mee, dus kaas in de vorm van een kerstboom. En dat vind ik wel heel schattig om op tafel te zetten met de kerst. En dat was het. En ik heb nog een superleuk pakketje ook binnengekregen van iemand die mij volgt op Insta. Maar ik wil het liever in goed licht laten zien. Dus dat laat ik morgen zien. En morgen komt er nog iets binnen. Ook van een, zeg maar, een klein bedrijf. Dus dan kan ik even alle tweede items laten zien. En dat vind ik wel heel leuk. Dus nu ga ik even dit opruimen. Het is 22 december. En het is mijn tweede thee. Mensen die mijn vlogs nu langer volgen deze december, die snappen wel wat ik hiermee bedoel. Ik moet even invallen voor Rebecca. Ze vroeg mij natuurlijk weer, ah, kan je afsluiten voor vandaag? Ze ligt al op bed. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ga je even factureren. Anyway, bij deze wil ik in ieder geval namens Rebecca bedankt voor het kijken. En geef vooral een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker ook. En tot een volgende keer. See you later.